Goedenavond, welkom op deze kortste dag van het jaar. 21 december, vandaag is het winter. Officieel. En het is koud buiten, te invroren. Maar vandaag zat de zon wel vrij goed uit. We hebben er lang aan moeten wachten. We moeten wachten tot het koud weer voor het kunnen genieten van de zon. Ja. Maar goed, ik vind dat dus waar. Morgen is het ook nog goed, maar ik kan zien dat morgen weer, overmorgen weer warm gaat worden. En het kersttapijt, het witte kersttapijt, dat zit er dus niet in. Ja, vandaag dus daar weer van alles heb de dinges. heb de agenda. Morgen is het overlegcomité. Dus ik zou natuurlijk het een en het ander nog even streng voor de Omicron of dat we ongetwijfeld ook mee gaan te maken hebben. We weten wel niet waar dat was. En naar een goede gewoonte is er ook weer de voorstel van het GEMS gelekt. De GEMS'en, dat zijn wetenschappelijke, de experts en de virologen. En er staat hier van alles in. Een van de dingen dat ik mensen naar uitkijken is dat ze adviseren voor thuiswerken nog te strikter te maken. Dus kies zelf gewoon weer volledig. Ja. Maar voor de rest zie ik toch niet zoveel van niet zoveel strenge dingen nog zijn. Ja, ze rouden dan voor zo weinig mogelijk mest over de vloer tijdens de fiesta. Ik weet niet dat er daar vrij veel mensen gehoor gaan geven. Of dat ze toch van plan worden. Dus ja. En het gevoel dat ik heb bij die dingen, hetgene dat er hier voorgesteld werd, is wel het gevoel, de mensen het gevoel geven dat er iets werd gedaan tegen die Omicron, maar dat die Omicron erg genoeg is en spreekt zich nog altijd zo sterk, dan gaat dat niet zo te veel verschil maken. En het niks is, dan ja. Dan zijn we er binnenkort van af. Dus ja. ja. En toen hebben we de cijfers. En wel, kijk, ja, we zien wel een vrij sterke daling en van alles en nog wat. Hetzelfde doen de doden. Aantal besmette mensen naar beneden, aantal ziekenhuisopname gekelderd, aantal, aantal mensen in intensieve zorg hou ook goed naar beneden. Dus dat is vrij bemoedigend. Maar natuurlijk, ja, we weten nog niet hoe dat in de micro gaat doen. Ik heb al vrij veel tegenstrijdige dingen gehoord, dus speculatie, speculeren op niet vanaf om. Nee. Bij de dingen zien, de sterftecijfers. En ik ga beginnen met de eergisteren, de zondag 19e. Ik moet niet vergissen, ja. Worden er 25. Dat zijn er veel minder dan de laatste tijd al gezien hè. Gisteren. 20e. Dat zijn er 33 overledenste maanden.
En van Donen. Vandaag zijn er 39. En ik heb gelezen in het rapport van CN Sanel dat er de 18e december nog bijtellingen geweest zijn van de eerste golf. De eerste golf, ik dat je herinnert, het voorjaar van 2020. Die moeten we opleveren. Ze worden voornamelijk uit Brussel en Wallonië. Dus er is zelf, allee, dus een correctie geweest van min 3, bijstellingen van min 3 naar ja, bijstellingen van min 3 in Vlaanderen. Maar aangezien dat het zo complex is, kunnen we de som van. Complex is voor dat er nog bij te zetten, om dat allemaal te herrekenen en dergelijke, ga ik het gewoon in je blad doen. Dat ik dan onder de 18e ga hangen. Ja. Het aantal is 99. Ja.
Had een lang filmpje gedaan. Nu, naast het bijzetten van de kruisjes heb de papieren hier, dat binnen ondoenbaar is, heb ik nog een andere reden. Allee, ja, die kruisjes en de datum die erbij staat, dat sluit eigenlijk voor mij toch op het moment dat die sterfgevallen gerapporteerd zijn, bij wijze van. Allee, als een soort begrafenisritueel. De begrafenis, een persoon is niet gestorven. De persoon die hier nu staat, is vandaag niet gestorven. Nee. Dat is gewoon een datum dat het gerapporteerd is. Ik heb een loos idee wat ik nog kan doen met die kaartjes. Ik zou er misschien kledij mee kunnen maken. Waarschijnlijk een loos. Maar deze al een soort perforator met schakels en dergelijke. Voor al die kaartjes aan elkaar te hangen. Een gewaad of zo van te maken. Ik heb ook wel zitten pezen voor dat ergens een plek te geven in de tienacademie. Maar ja, kan ik dat ook niet iedere dag binnen. Nee. En ik beslis ik ook niet wanneer dat open is. Stel dat het moet sluiten, dan kan ik er ook niet meer aan. Oké, zo ziet de situatie eruit vandaag, met de bijtellingen en al. En hiermee, ben ik hard bezig, en hiermee dus zeg ik, wens ik jullie nog een prettige avond. En we zien elkaar morgen opnieuw. Morgenavond start de congé. Ik ga ook nog in de tekenacademie, dus de kans bestaat dat we elkaar toch niet zien. Dus morgenavond start met een congé. En ja, we gaan zien wie dat overlegcomité zegt. En dan gaat voor een rutje ook bepalen wat de invulling van mijn congé is. He. Allee, zeg, gasten, tot morgen. Of een andere dag. Salut.